Aan ieder van u en elk apart, een goede avond. In mijn hoedanigheid als politieagent in het bijzonder en als mens in het algemeen wil ik graag even uw aandacht vestigen op de volgende ernstige waarschuwing gericht aan de Belgische bevolking. Het betreft hier de socio-economische enquête 2001 in de volksmond beter gekend als de Volkstelling, georganiseerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Dus deze formulier dus, dat ieder van u waarschijnlijk wel in de bus heeft gekregen. Het is me namelijk ter oren gekomen dat er van deze enquête frauduleuze formulieren, oftewel valse papieren, in omloop zijn. Behalve de kleur zijn deze formulieren echt van elkaar niet te onderscheiden. Op deze frauduleuze formulieren bevinden zich enkele misleidende vragen, bijvoorbeeld vraag 21a... Bevinden er zich veel waardevolle voorwerpen in uw woning? Vraag 21b. Waar ergens in uw woning bewaart u gewoonlijk uw reservesleutels? Alsook de onschuldige vraag 21c. Op welk moment bent u volgende week zeker niet thuis? Nog een vraag die je best twee keren leest, vooraleer u voelt dat er iets niet in de naak zit, is vraag 34. Bent u in het bezit van een geheime kluis? En zo ja, welke is de cijfercombinatie om deze open te krijgen? Mag ik er u in uw eigen belang op wijzen, dames en heren, die vragen zeker niet in te vullen? En als u dat toch al heeft gedaan, die enquête zeker niet op de post te doen, zoals ons Charmaine ongelukkigerwijze hier gisteren wel heeft gedaan. Nou, we zijn ons lelijk liggen, dat is er mee.